Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En vandaag zit ik met een bijzondere Surinaamse vrouw. Ik zit vandaag met Consuela Mai. Maar misschien kennen jullie haar als BDC. What we need is a little Q-Time. Hi Consuela. Hallo Jelena. Hoe gaat het met je? Goed en met jou? Met mij gaat het ook goed. Ik mag niet klagen. Nou, jij bent BDC. En misschien kan je die mensen snel even vertellen waarvoor BDC staat. Want het is een hele volledige naam, maar er is toch wel een verhaal erachter. Dat klopt. Dankjewel voor de gelegenheid om in het programma te komen. BDC staat als afkorting voor mijn twee voornamen. Dat is Consuela en Cindy. En de BDC is eigenlijk vanaf mijn Milo-jaren Baby Double C. Maar ik heb het dan gewoon meegenomen, omdat het mij als persoon vertegenwoordigd, dus beide namen van mij vertegenwoordigd. En de onderneming heet volledig BDC Samaka Gangasa. Ja, BDC Samaka Gangasa. Klopt. Ja, ik zag het al een paar keer op Facebook langskomen. En voor mij was het eigenlijk alleen haar producten. En dat het gewoon goed ook is waarschijnlijk. Of tenminste, er waren ook producten voor je huid, right? Klopt. En we hebben net een voorgesprek gehad. En er is zoveel meer dan die twee producten alleen. En ik zou het echt fijn vinden als je me daar alles over nu wil vertellen. Oké. BDC Samaka Gangasa is een onderneming die zich bezighoudt met het behoud, moderniseren en experimenteren van middelen uit de Samaka cultuur. Ik ben zelf, mijn ouders komen uit het Samaka gebied boven Suriname, Sipaliwini. En van welk dorp? Gantatai. Oh. Onze dorp is Gantatai. Mm-hmm. En alle producten die wij maken, die hebben een link met onze cultuur. Natuurlijk doen we het ook traditioneel met een moderne twist, want we leven in een moderne tijd. En we hebben de onderneming opgesplitst nu in drie sectoren, waaronder de huid- en haarverzorgende producten, waarvan alles 100% natuurlijk is of plantaardig. En we hebben de horeca, waarbij we authentieke Samaka gerechten en gebakjes maken. In de horeca heb ik ook een deel waarbij ik bak en een stapje verder ga met grondstoffen zoals zuurzaak, podocyri, avocado. Daarvan maak ik ook cake. Of met cassave heb ik een hele cassavelijn in de tijd bedacht. Naast horeca zijn we ook nog actief in Fayawatra. Kennis overdragen, maar ook de producten verkopen aan mijn doelgroep. En mijn doelgroep is elke vrouw die zichzelf wil zijn in een moderne maatschappij die zich steeds aan het ontwikkelen is, maar je wilt jezelf gewoon zijn. En daarom stimuleren we heel erg kroeshaar. Oké. Okay. Ja, heel erg doen we dat. Natural hair. Perfect. En dat is eigenlijk een hele mondvol. Want het is haircare, het is skincare. En het is ook nog food. Yes. En daarna ook weer personal hygiene, right? Het zijn niet drie groepen, hè? Het zijn vier. Er is veel meer eigenlijk, maar deze komen naar voren. Ja, so that's a whole lot, heel veel. Hoe ben je op het idee gekomen? Want sowieso ben je met de cultuur opgegroeid. Je hebt een deel meegekregen, maar je gaf ook aan dat je zelf heel veel hebt bij. Of je bent gaan educeren, je bent op onderzoek uitgegaan. Maar van waar het idee? Want ben je gewoon op een dagje opgestaan en gezegd van, hé, vandaag is de dag. En ik ga mezelf meer dingen leren. Nee, zo is het niet begonnen, ik zou wensen. Maar goed, ik heb mijn bouw gestudeerd op het Naarden. En toen ben ik gelijk gaan werken in een groot bedrijf, waarbij ik 2 weken wegbleef en 1 week thuis. En in die ene week moest ik mijn tijd zien te vullen. Persoonlijk hou ik van bakken. En ik was uitgenodigd voor een Heritage Festival in 2015. Toen mag ik meedoen met mijn cassave snacks. Want wanneer ik de dingen zo maak, dan post ik het ook op Facebook. Van, hé, ik heb cassave kroketten gemaakt. Oh, of cassave cake, of cassave pom. En de mensen vonden het interessant. Cassave pom? Ja, heb ik ook gemaakt. En cassave cake, is dat het verschil tussen bojo en cassave? Ja, er is een verschil tussen cassave cake en bojo. Bojo is weer iets anders. Mm-hmm. Ik heb van bittere cassave heb ik ook corn dogs gemaakt, maar die noemde ik dummy dogs. Ja, want het is van bittere cassave. Dus een hele lijn om de waarde van de grondstoffen beter tot uiting te brengen. En toen heb ik dan meegedaan met Heritage Festival. Toen was er nog heel veel vraag bij mijn ex-collega's van wanneer ga je weer boeien maken en voor ons verkopen. En het ding werd spannend. Dus ik begon heel veel boeien te verkopen. Ik woonde toen nog op Para.
En ik nam Boyo mee aan het werk. Wat niet altijd mocht, maar goed. Oh, ik kan niet zeggen. Het is al een tijdje geleden. En die mensen hebben genoten van die Boyo. Precies. Het heeft hele goede ervaringen met zich meegebracht. En dat was dan de stimulans voor mij om te ondernemen. Ik zag er iets in zitten. En ik vond het fijn. En ik weet van, ik kan goed bakken. Want een hele bekende vrouw heeft mij leren bakken. Wie is die hele bekende vrouw dan? Helaas is ze er niet meer. Maar dat was Tante Lonnie Blankendaal. Maar helaas is ze er niet meer. En daarna ben ik me gaan specialiseren. Ik heb gebakken tot een bepaalde tijd. Maar toen vond ik van, er kan meer erbij. Mm-hmm. En toen kwam Maripa Oli en Amana Oli bij kijken. En iedereen was geïnteresseerd in het verhaal achter Maripa Oli. Want het lijkt een kleine fles. Maar er zit heel veel arbeid en liefde daar. Klopt. Ja, want hoeveel Maripa nootjes heb ik nodig voor zo'n flesje dan? Dat kunnen we niet meten. Maar de mensen, heel veel. De vrouwen hebben barrels vol van Maripa. En kraken ze allemaal één voor één open. De nootjes worden eruit gehaald. Het wordt geroosterd. Gestampt op de hand vroeger. Nu gebruiken ze wel een machine. En daaruit wordt de olie gebakken. Dus hoeveel je precies nodig hebt, weet ik niet. Maar ik weet dat het arbeidsintensief is. Ja. En het wordt allemaal op de hand gedaan. En ik heb toen verhalen geschreven over de traditie van Maripa Oli. Maripa Oli en de liefde was een van ze die echt viraal is gegaan. Mm-hmm. En de kwaliteit van Maripa Oli bij ons is altijd 100% en puur. En daarom kwamen er heel veel klanten. En daarom komen er nog steeds heel veel klanten bij ons. En gaan er nog veel meer klanten bij komen. Klopt. Iets wat je ook in het voorgesprek aangaf of aanhaalde, is dat je eigenlijk 100% natuurlijk bent. Ja. In een wereld waar we zo worden gebombardeerd met dit geurtje moet erop, dit chemisch dingetje moet erbij. Hoe hou je dan zo'n merk staande? Of is het echt voor de, wat is de Nederlandse zin zal zijn? Naturalisten. Ja. Hoe bereik je die groep dan? Want het zijn mensen die net als jou op zoek zijn naar beter en natuurlijker. Want het is eigenlijk best wel moeilijk om zo tussen alles iets te vinden dat nog steeds 100% natuurlijk is. Want overal zit er iets chemisch bijna in. Dat klopt. Maar het is een stukje educatie en bewustzijn. Wat wil je eigenlijk met jezelf? Ik heb veel gelezen, heel veel. En ik ben erachter gekomen dat... ik weet niet als ik het zo mag zeggen. Hier mag alles. Niet alles, maar je weet wel, dit mag wel. Ja, als ik het zo mag zeggen. Kijk, heel veel van ons, we gebruiken petroleum vaseline. En ik ben erachter gekomen, of toen, dat petroleum vaseline eigenlijk een afvalproduct is. Maar ze gooien het niet weg, ze raffineren het en ze maken skincare ermee voor ons. Wat doet de skincare op den duur? Het zielt je poriën. En als je poriën gezield worden, wat gebeurt er? Je kan niet ademen, iemand knipt je neus dicht. Je gaat dood. En daardoor krijgen we heel veel dingen op onze huid. Wil je dat niet, dan moet je bewust zijn van wat je gebruikt. Wat ik ook doe om de mensen te overtuigen, is lead by example. Ik ga je bijvoorbeeld niet overtuigen dat Maripa olie haargroei stimuleert en dat is mijn haar mini niets. Je moet aan mij kunnen zien van, hey, ik heb Maripa olie gebruikt. En mijn haargroei ziet er goed uit. Ik deed vroeger, in het begin van de onderneming, heb ik mijn haar 2 keer geknipt. Helemaal plat. Mm-hmm. En gevoed met deze oliesoorten. En voordat je dacht, was mijn haar weer groot. En je huid is ook gewoon radiant en glowing. Ik geef ook advies aan mensen van, je hoeft niet... je kan foundation vrij leven als je wil. Je kan foundation zetten bijvoorbeeld wanneer je uitgaat, een evenement hebt, iets leuks wil doen. Maar je bent niet verplicht om elke dag wanneer je uit je bed stapt foundation te zetten. Je moet ook eruit kunnen rennen van, hey, dit ben ik. En you're confident. Dat is echt belangrijk bij mij. En precies daarom gebruik ik alleen 100% natuurlijke producten wat ik zelf maak. Mm-hmm. En als ik jou ga overtuigen, heb ik heel weinig nodig, want je kan het aan me zien. Ja, yeah, definitely. Yeah. That's a very good trademark om te hebben. En ook gewoon een goede strategie to represent your brand. Ja, yeah. En betreft de geur. Mm-hmm. Met de tijd, we zijn al 8 jaar bezig, zijn de mensen wel gaan wennen aan de geur. En als je de toegevoegde waarde van de producten ziet... Dan heeft het geen zin meer om te zeggen van, hey, dit ruikt niet zo lekker. Je hebt wel nog een paar mensen die de geur niet echt gewend zijn. Want het is 100% natuurlijk. Ik voeg er niets aan toe om het lekker te laten ruiken. Want we moeten de natuur nemen zoals het is. Dat is zo.
Als je wil natuurlijk, je hoeft niet. Maar het is altijd goed als je wil. Als je wil, ja. Maar je natuur kan je niet veranderen. Nee. Je zou moeite maken, maar je blijft, je gaat het moeten respecteren op den duur. Definitely. Ja. En dat doe je al. Want je bent nu al 8 jaar bezig. Je hebt een merk hier neergezet dat zoveel zijtakken heeft. En als ik naar je kijk en als ik je goed heb gevolgd, gaat er nog veel meer volgen. En nu ben je bezig. Je hebt je merk op de markt. Je focus op natural lifestyle when it comes to products. Je haarstijl natuurlijk. Oké, van mij is niet. Oké. Komt goed. En everything dat daarbij hoort, right? Yes. Hoe kunnen mensen... Kijk, we kunnen het hier natuurlijk kopen. En ik heb begrepen, je hebt een webshop. Maar hoe wil je dit verder zien uitgroeien? Oké, heel veel mensen die de producten kopen, komen niet in contact met mij. Mm-hmm. Omdat wij onze producten leveren voor de grote winkels. Zoals Ketmin, die Adrogeest, Ali's Drugstore, Mahabir Drugstore. Wie heb ik nog erbij? Ik heb laatst ook Assisa onder de markt. Assisa Drogeest onder de markt. Op Latour heb ik ook zo'n winkel. Die onze huid- en haarproducten verkopen. Dus je kunt gewoon elke dag naar de winkel toe stappen en onze producten kopen. Mm-hmm. In Nederland hebben we een webshop waarop de mensen kunnen bestellen. En binnen 2-3 werkdagen hebben ze hun bestelling helemaal in hun brievenbus of in nice. Hun pakketten. Want die is pas, hè? De webshop is pas gelanceerd. Ja, is ongeveer is een maand. Een maand plus. Nou, onze gefeliciteerd, meid. Dank je wel, dank je wel. Het was een beetje moeilijk, maar we did it. Ja, yeah, dat is toch nice. Oké, nu zit je in Europa al. Je hebt Suriname helemaal in je zak. Gaan we nog verder? Of heb je nog andere ambities? Sowieso. Ik zeg, je moet altijd eerst leren kruipen, lopen en dan rennen. Mm-hmm. Dus wanneer we Europa onder de knie hebben, helemaal onder de knie, mm-hmm. dan zullen we kijken wat de volgende stap is. Maar Europa is een hele grote markt. Ja, ja het is nou, een hele ik zie grote je die markt. Ook gewoon infiltreren hoor. Dank je wel. Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar, vooral wat ook heel... Waar mensen of niet bij stilstaan, hoe de wereld zo aan het evolven is en everything that comes with it en de chemische producten waarmee we in aanraking komen. Heel veel mensen kijken uit naar natuurlijke producten. Natuurlijk, omdat hun huid en everything. Klopt. En dan ben jij daar zo. Yes. En daar staan we eigenlijk ook voor. Mm-hmm. En soms kan het ook voorkomen dat onze producten schaars zijn, mm-hmm. omdat ze letterlijk niet uit de natuur komen. Op bepaalde producten zijn aan seizoen verbonden. Die Palipu zelf bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die heb ik helaas niet meegenomen. Maar het is maar 1 keer per jaar Palipu seizoen. En als we dan Palipu olie hebben en Palipu zelf, als het op is, is het volgend jaar mei weer. Dus that's it. De natuur voorziet, maar we moeten de natuur ook respecteren. Ja, dat is heel belangrijk. En zo kunnen we het behouden. Yes. En dan kun ik veel meer producten maken voor de mensen. Mooi. Nou, ik zou zeggen gewoon doen. Ik vond het bijzonder fijn dat je bij me was vandaag. En misschien is het een heel kort gesprek. Maar ik heb een aantal dingen van je kunnen leren. Dat en die ik zeker fijn. Wil meenemen voor mezelf. Als je zelf iets nog mag zeggen. Want je hebt een aantal opmerkingen gemaakt. Het respecteren van de natuur. De cultuur overdragen. De keus aan mensen geven als zij zelf... Een leven willen leiden met meer natuurlijke producten. Als je één advies nog zou mogen geven, wat zou dat zijn? Met alles wat je hier achter je hebt. De haircare, skincare, food en everything dat nog in de pipeline zit. Oké, ik denk dat bewustzijn, educatie, maar ook goed bewustzijn van wie je bent, je bepaalde keuzes laat maken. Als je de keuzes hebt gemaakt, probeer ze te respecteren, want het is voor je welzijn. En daarom relateren al mijn producten naar welzijn. Ook wat wij verkopen in de horeca. We gebruiken bijvoorbeeld geen conserveringsmiddelen. En als je gezondheid goed is, dan zal je welzijn ook goed zijn. Als je natuurlijke producten gebruikt, zal je gezondheid ook goed zijn. Als je Fayawatra producten gebruikt, na de bevalling, herstelling van je lichaam... ben je op den duur weer confident. Je kan weer rechtop staan en trots zijn op jezelf, maar je schoonheid ook waarderen. En precies dat is de gedachte achter mijn hele onderneming. Ik wil dat zwarte vrouwen echt bewuster worden van wie ze zijn en dat ze mooi zijn van nature. Want heel veel van ons, of heel veel van de dames in mijn omgeving, die moeten altijd een pruik op hebben als ze gaan. En ja, ik ben like
Als er gevochten wordt, moet ik rennen, ren ik weg. Ik hoef niet naar mijn pruik te zoeken. Jannik, hoor. Knees to chest. Nee, maar ik keur pruik niet af. Het is de keuze die de mensen maken. Maar laat jouw leven niet afhangen van een pruik. Heb ook gezond haar. Want dat is belangrijk. Soms in een situatie, bijvoorbeeld krijg je ongeluk op straat, gaat men je pruik niet pakken. En als je wakker wordt in het ziekenhuis, moet je eens gaan schuilen voor de doktoren bijvoorbeeld. Van, hey, waar is mijn pruik? Nee, je bent wie je bent. Accepteer jezelf zoals je bent. En je mag altijd mode maken, want ik maak ook mode. Hey, ja, precies. Zo ziet er ook prachtig uit. Dankjewel. Nou, je kon het niet mooier hebben gezegd. En het is een mooie slotzin of slot alinea. Especially for the black women. Maar andere mensen kunnen deze producten ook gebruiken. Iedereen mag onze producten gebruiken. Onze doelgroep is eigenlijk niet afgesloten. Mm-hmm. Want we focussen op alle vrouwen. Niet alleen de zwarte vrouwen. Want ik heb heel veel. Ik heb laatst nog een Chinese mix vrouw gehad. Die van jou wat er een pakket is komen halen. En dat vond ik geweldig. Want de waarde ervan is te weten gekomen. Door de informatie die ik op social media deel. Dus elke vrouw die zichzelf wilt zijn. Mag gewoon bij ons langskomen. Nou. Maar omdat ik een zwarte vrouw ben, wil ik de zwarte vrouwen nog bewuster maken van wie ze zijn. En waarom ze eigenlijk zichzelf moeten respecteren en confident moeten zijn in hun lichaam. Wow. Perfect. En ik zou zeggen, keep on preaching what you do, girl. Want je doet het goed. Dankjewel. Nou, bedankt voor het komen. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag was Consuela Mai bij ons van BDC Samaka Gangasa. Ze heeft een hele lijn aan natuurlijke producten voor haircare, skincare en zelfs ook een, zal ik zeggen, foodcare. Dat is het niet. Het is een hele horeca lijn waar ze ook nog over authentieke Samakaanse gerechten... Samaka. Samaka. Oké, authentieke Samaka, heb ik het gedaan? Samaka gerechten maakt en ook informatie geeft. Ze zegt iedereen die bewust is van zichzelf en zichzelf wil zijn, kan terecht bij haar. Ik wil haar bedanken nogmaals voor het komen. Ik heb zoveel van je mogen leren. Jullie thuis voor het kijken. En jullie kunnen haar natuurlijk ook vinden op Facebook. En ze heeft haar eigen webshop. Daar kunnen jullie ook haar producten bestellen. Dankjewel voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.